de babybodel van de slechtvalken van Oudenaar van de slechtvalken Grefdag. Met veel plezier stel ik u voor aan schepen Richard Eekhout, die ons waarschijnlijk ook verwelkomt. Dat had mijn taak was om te verwelkomen, maar ik ben geïnteresseerd. Van harte welkom iedereen op de eerste babyborrel van Slechtvalken. We zijn zeer voorzichtig geweest in Oudenaar. Het is het vierde jaar na elkaar dat zij hier broeden. Niets is gevaarlijker dan die diertjes storen of ze willen terugkeren. Maar ze hebben hier nu een zeer goede thuis gevonden op de Walburgakker. Ze zijn hier echt thuis. In een zeer vruchtbare omgeving. Duidelijk dat zij hier in staat zijn van vier kuikens tot volwassen dieren te brengen hier. Heeft ook wel een klein beetje te maken met de sociale media. Want zonder goede opvolging zijn de rapper slachtoffers. Vanuit verschillende hoeken zelfs. Hè. Ik heb gehoord dat de verzorgers er zelfs al twee keer terug op de toren hebben moeten gaan draaien. Ja, dat is een beetje, hè. Ik denk dat meer kan dan dat het kan. Hè. Dat is het. Dat is ook wel een stukje natuurcultuur in een culturele maatschappij waar je niet gebeurt. Hè. Maar alleen de vele aandacht die er is, bewijst toch wel dat wij allemaal goed behaald zijn met onze omgeving. En zij bewezen dat het goed is. Misschien nu soms al een keer een visser aan de schelde zitten. Dus ten overstaan in onze jeugd was dat luxe. Hè? We hebben dan een periode dat ze naar terug gaan. En nu zien we dat altijd maar verder verbeteren. Ik hoop dat we daar nog een steentje verder kunnen toe bijdragen. En ik dank allen die daar aan meewerken. Hoe dat wij in de samenleving win-win het goed mogen nalaten voor onze nakomelingen in de toekomst. Daar moeten we zorgen voor dragen. Kijk, die hand moet dat ook. Schepen, vrijwel bedankt. We hebben een beetje huiswerkje mee voor u, samen met drie andere mensen die we met veel plezier uitgenodigd hebben naar Oudenaarde. Eva Roels, diensthoofd evenementen en toerisme van de stad Oudenaarde. Naast Eva Donaat de Rie, de Riemaker, als bekende Vlaming, heb ook een huiswerkje mee. En uiteraard toen ik belde naar Marijn de Valk. Valk ook een preminus in een vorig leven. Wel, voor jullie hebben we een geboortekaartje meegebracht. Je hebt elk een boekje gekregen. Daarin staat de naam van de vier kuikens die we dus benoemen vandaag, boven de doopvont hangen. En in dat geboortekaartje zit er ook een woordje uitleg bij waarom we die naam hebben gekozen. Een aantal van die mensen die de naam gekozen hebben, ik hoop allemaal, zouden hier vandaag moeten aanwezig zijn. En die naam die staat er ook op het geboortekaartje. Schepen, ik ga u de eer geven opnieuw om te starten met de bekendmaking van de naam. Oelala. Wie heb jij? Eva van Oudenaar. Eva van Oudenaar. En waarom Eva? Eva Roels is diensthoofd van de dienst toerisme in Oudenaarde en was van minuut 1 een bezieler van dit project. Ze zette werkelijk alles in het werk om het project in te kleden, te steunen en zich behoedzaam in te zetten. Een dank hiervoor dopen we in jong naar Eva. Ik heb gehoord dat die jongen gering zijn. Ja. Ik hoop dat we in de toekomst nog zulke samenkomsten mogen hebben samen. En dat jullie gaan kunnen zeggen welke Adam Eva gevonden heeft. En waar. Dat is een klein geschenkje mee voor het bedenken van de naam. Een foto voor Eva. Alsjeblieft, Eva. Dank u wel. Ja.
Donaat, wie heb jij boven de doopvont gehangen? Ja, ik moet zeggen dat ik heel blij ben dat jullie allemaal zo zijn. Ik vind het zo plezant om in deze tijd op een keer op een positieve manier samen te komen. Ik vind dat fantastisch wat er hier in Oudenaar gebeurt rond die slechtvalken. Mijn moeder zei vanmorgen, waarom wilde jij Peter worden van een slechte valk? Ik zal het niet goed verstaan. Maar ik denk dat ook iets te maken is slecht met gewoon. Ik heb de etymologie niet opgezocht, slecht. En gisteren zat er alleen op het terras van de Pomme d'Or. Ik denk dat dat u Peter kan vinden. Giuseppe. Goed, ik heb Wimmen. Wimmen en Wimmen is de vrouwelijke naam voor Wim. En dit jong, of de naam van dit jong, wordt opgedragen aan Wim Jourquin. Wim Jourquin was lid van de Vogelwerkgroep en fervent vogelwaarnemer en in het bijzonder van roofvogels. Hij overleed vorig jaar heel onverwacht en het was een wens van vrienden en familie om een jong naar Wim te noemen. Prachtig verhaal eigenlijk. En de naam werd voorgedaan door Patrick de Klerk. Wimmen van Oudenaar. Patrick, precies. Eva, wie heb jij boven de doopvont? De naam is Gust. Gustje van Oudenaarden. En het is ter herinnering van Gust Schamelhout, pionier, vogelkijker, die precies 25 jaar geleden overleed. Wat een gebleven gids, die uitzonderlijke gaven had om kleur, vorm, gedrag en geluid van vogels uit te leggen aan medewandelaars. Deze naam werd voorgedragen door Willy Aalvoet en wordt in ontvangst genomen door Marie-Christine Praat. En tenslotte Marijn. Wel, ik mag dus Peter zijn van Rapida. Rapida. Ja, Rapida van Oudenaar. Waarom? Omdat het is de snelste vogel en gelijk ook het snelste dier ter aarde. Dat is de slechtvalk. Als hij aan het jagen is, maakt hij een duikvlucht van 350 kilometer per uur. Zal ook geen geflutst worden. En rapida, dat is het Italiaans voor snel, rap. Nogal duidelijk. En die naam werd dus voorgedragen door Rita van Hullebus, als ik het goed voor heb. Ik zal het goed uitgesproken hebben, want ze weet wie ik bedoel. Rita, dit is alvast wat Rapida moet voorstellen. En dit is het kaarsje en dat moet je dus ook eigenlijk bewaren. Dank u wel. Beste doopmeters en doopmeters, uit dankbaarheid en uit erkentelijkheid hebben wij ook voor jullie een foto genomen van de vier kuikens. Dat was op het tijdstip dat ze geringd werden en dat is een aandenken voor jullie en uit erkentelijkheid voor jullie aanwezigheid. Alsjeblieft.